Ano presto daw wakti trasyare. Yo to wakta. Wakta tiro pa man dai di wakta. U bent de woordvoerder, heb ik begrepen? Het is een organisatie die bij u zich is, dus we maken dat besluit samen. Dus we doen het ook. We hebben onze voorzitter ook hier, we hebben ook andere leden hier. Dus je kan het zeggen dat we bijna allemaal geïnteresseerd zijn om onze deel te geven aan de samenleving. Waarom protesteren die vissers nou? Omdat we op de breaking point zijn. Omdat we het niet meer kunnen. Sarana mambo takita kuno mamoro. Une VJP, uno mamoro, uno mang, udwel siksimung, olang amoro wo probeerde draaien uit uigi saka, uno mang. Sana breaking point eigenlijk, sana a probleem. En ik vader sana mama tak, une mek wens, une mek moni we draaien bedrijf uit uigi saka. Ma bijna 60 sivo te krokomang, min paide ma uit mi uigi saka moni neem ik hier. Na wan bedrijf ja? Na wan bedrijf, wat noem je dus, het gaat om een organisatie. En onze organisatie vertegenwoordigt visserij. Over geheel Suriname, daar heb ik het over Nikeri, Boskamp, Koppename, Coroni, ook op Albina, Galibi. Dus overal, iedereen, we voelen dat druk. Dus dit is een opmerking die we allemaal hebben gemaakt. Van als bedrijf-eigenaars, une hale moro. Wat willen jullie dan? We willen het in transparantie. Is dat wat ook? Laten we kijken waar de fouten liggen in het systeem. Laten we kijken waar de fouten liggen in het sector. Begrepen, zet even aan tafel met of maar georgaan. Zet iets in beweging dat we kunnen brainstormen hoe we verder kunnen. We hebben een heleboel problemen. Onze inputs die we moeten krijgen van de regering krijgen we niet. We zijn al generaties bezig in het sector. We hebben nooit hulp gevraagd, we hebben nooit hulp gekregen. We hebben al 3-4 petities ingediend, nooit een reactie. Ze blijven bij beloftes en beloftes, maar er komt niets uit de bus. Dus we besluiten nu om actie te nemen. Wat zijn die inputs van de regering die niet komen? Sowieso gaan ze ons, dat is zelf, we moeten even aan tafel zitten. Kijk, er zijn, momenteel kregen we concurrentie van andere landen. Dat is te begrijpen. Concurrentie, dat is het zak. Maar we moeten kunnen concurreren. Mijn machine kost bijvoorbeeld nu in Suriname, koop ik een buitenboordmachine tussen de $10,000 en $12,000. Mijn collega die in Guyana zit, koopt diezelfde machine voor me. En dan koop je het voor $6,000 tot $7,000. Wanneer ik één koop, kan mijn concurrentie 2 kopen. Begrijpt u? Wanneer komt tot de watertarieven, kijk, onze hele sector draait om ijs. En om die ijsmachine te laten draaien, hebben we water en elektriciteit nodig. En als je die tarieven omhoog brengt, hoe concurreer ik dan verder? Ik kan niet meer met Brazilië concurreren, ook niet met Ecuador, ook niet met Guyana, we kunnen niet meer concurreren. Wat zegt u? Onze brandstof, kijk, we werken in de visserijsector. We gebruiken geen wiegen, hoor op die wiegen belasting. Als je je poang aan government eet, je koek kapje af. Maar look even, je look de Alice, maar je look de massa da corona, je look alle de man. Yes. Afspraak na man? Tot mijn weten nog niet. Of ik weet niet als het al bevestigd is met de organisatie, want we werken door de organisatie. Dus zij doen het meest administratiegedeelte. Wie heeft die organisatie een naam? Vissers Collectief. U bent? Ik ben meneer Stephen Jones. Jones. Stephen met de V. Of F. Met de V. Stephen Jones. Yes. Abu. Als hij ons een goede inkomsten geeft, bijvoorbeeld onze, hoe zeg je het, onze uitgaven een beetje laag kan
komen met onze uitgaven en kunnen we wat bereiken. Ja. Maar als onze uitgaven heel hoog is, kunnen we niks bereiken. Oké. Okay. Nee, eerst hier. Ja. Ja. Ze gaan dus dan de president. Ori. Daarom zijn we hier. We zijn in de VIA-zak. Wie is de verantwoordelijke van de groep? Yes, de voorzitter, meneer Willem, is daar. U bent de voorzitter. Gaat u even wachten? Ja, waarom niet? We zijn hier, we zijn met een vriendzaam loop. Oh, wie moet ik? Even wachten. Vijf. En het wordt op een vreedzame wijze. En in een vreedzame wijze. We zijn de vissers. Ik ben voorzitter van de visserscollectief. En we willen ons petitie aanbieden aan de president. Voor u, dan hoort u wel. Zo meteen van mij. Dat is wel. Voorzitter, ik heb net een deel van het verhaal gehoord. Waarom jullie hier zijn? Waarom precies? Het gaat over dat de sector altijd klagen we. Maar we hebben onze hoofd boven water. Maar nu is de water bijna onze neus naar boven. Want de prijzen zijn helemaal ingekelderd. Helemaal, helemaal. Prijs van vis bedoel je? Yes. Onze bamban kostte 2,20. In 3-4 maanden is het naar 95 SRD gegaan. Onze kandra kost 160. Het is nu hoeveel? 80 SRD. Onze blaasprijzen, de ogenkelder, dat is de dolk in het hart. Nee, blaasprijzen. Blaas? Blaas? Ja, dat is de mouwen, no? Hoe noemt men dat? Mouwen, ja. Eigenlijk blaas, de visblazen. Die kregen een goede prijs, maar dat is ook ingekelder, dus daarom. Oké, behalve dat vis goedkoper wordt, wat is nog meer het probleem? Ik heb begrepen aan de kant van de inputs, hoge brandstof. Ja, onze exploitatiekosten zijn met, ik weet niet hoeveel procent naar boven gegaan. Dat ook. En onze fishing effort is ook groter geworden, want er is bijna geen vis meer. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er minder vis is om te vissen? Te veel boten. Zijn het geen Surinaamse boten dan? Zijn het geen Surinaamse boten? Zijn het niet gewoon jullie collega's? Ja, maar je hebt ook de illegale mensen die niet moeten daar zijn. Ja. En er is geen controle, want bijna een jaar zit kustwacht aan de ketting. We hebben gehoord dat ze 1,5 miljoen euro moet krijgen om een onderhoud te plegen aan de boten. En dat lukt niet. En die andere inputs, ik heb begrepen dat jullie brandstof is hoog, stroom is hoog, ijs, water. Ja, met dat energieverhoging zijn onze dingen ijsprijzen van 40 US naar 100 US gestegen. 1 ton. Hè. En onze dingen levensmiddelen, onze dingen onderdelen met BTW wordt daarop gegooid. Onze dingen smeerolie, hè. Ja, mengsel. Dus alles is verhoogd, behalve onze visprijzen. Die is gekelderd met meer dan de helft. Dus daarom, we probeerden. We klaagden niet. We klagen maar onderweg. Het kwam niet zo ver, dus dan hebben we gezegd, wat kan de overheid voor ons betekenen? Want de boeren hebben ook 70 miljoen gehad. Misschien krijgen we ook 100 miljoen. Maar zijn jullie niet al naar, waarom komen jullie bij president? Moeten jullie niet naar LVV zijn? De minister had ons dingen beloofd in het verleden jaar en hij is nooit teruggekomen bij ons. Dus daarom. Wat willen jullie nu hebben? Wat willen jullie? Acute oplossingen. Hoe zien die eruit? We weten nog niet wat de president op tafel gaat gooien. Jullie hadden eerder al een gesprek met de president, toch? Dat is SSA, dat was de visverwerking. Oké, en wat kwam uit dat gesprek? Hij heeft gezegd dat hij gewoon geen maatregelen gaan treffen omdat IMF ze aan banden hebben gelegd. Maar we willen dat er is bepaalde dingen kunnen we realiseren. Bijvoorbeeld op de government take, ik bedoel, kunnen we een terugkering krijgen of whatsoever. Ja. Maar begrijpen jullie wel dat van IMF, want dat zegt hij toch? Nee, we begrijpen dat niet.
We begrijpen dat niet. Want minimaal begrijpt. Waarom niet? Waarom zeg ik dat de productiesector gaat kapot eraan. En als de bodem aan de ketting moet, er geen voedselzekerheid niet meer is. Wat gaan we doen? Ja. En hoe we praten over bijna 550 boten. Laat die industrie, dat is meer. We hebben ook de kleine BV'ers. Dat is bijna een aantal. Is een mooie mensen van bijna 7.500 direct werkzaam zijn bij het sector. Ja. De minister? Stel hem de vraag. Stel hem de vraag. Waarom moet ik hem die vraag stellen? Ik weet niet. Je stelt mij de vraag. Ik weet niet wat hij komt van de sector. We hebben samen gestreden en zo. Mm-hmm. Maar ik weet niet wat fout ging. We praten over visserij. We weten dat er sprake was van dubbele uitgifte van vergunningen. Hebben jullie gemerkt dat er iets eraan is gedaan? We praten over illegaal. Is vergunningsbeleid ook aangegeven in onze petitie. Oh, ik zie hier misschien iets meer dan 50 man. Maar hoe groot is die organisatie werkelijk? En hoeveel organisaties? We hebben elke district bijna heeft een organisatie. Vissers Collectief Galibi, Vissers Collectief Kopenama, Koroni, Nikeri. En dat is ook weer Vissers Collectief komen wij naar Paramaribo. En dat is ook weer verbonden aan SUNFO, Surinaamse National Fisher Workup Organization. Maar we zijn niet vreedzaam om een petitie in te bieden. Want het kan dat we ook boten hier kunnen brengen, al 2008. Maar we willen niet, we willen oplossingen. Maar het is ook goed als u aangeeft, voorzitter, dat we eigenlijk hier meer zijn met de ondernemer zelf. Ja. Met de vis. Booteigenaren, de vergunninghouders. Ja. Vergunninghouders. Ja. En hoe groot is die groep, die vergunninghouders? Deze groep hebben 110 leden. Dus vergunninghouders. Je moet verplicht. Je moet vergunninghouders zijn om lid te worden van Vissers Collectief. Maar iedereen onderneemt. Het is een ondernemer business. Misschien is iemand nu aan het vis verkopen, iemand aan zijn boot laden. Dus. Maar we willen gewoon dat hij kijkt naar die sector. Iwan Takwasan toe? Nee, na die indirect. Hi, meneer Jarre. Hij is vader van land en natie. En als je kinderen van hebben, dan willen we de vertrouwen. We willen het niet te roeren. Daar hebben we een groep, kleine groep niet te noemen. Dat ook. Even haar. Ik heb twee woordvoerders. Kan ik u even apart spreken? Ja, zeker. Ja. Oké, de beveiliging is erbij. Ja, het is. Op de kerk. Ja, maar staan daar geen.
Oh, gaan jullie alleen naar president vandaag? We willen ook naar de DNA. Maar weten ze daar al dat jullie komen? Ah? Ja. Hadden jullie afspraak met president gemaakt? Nee. We moeten een afspraak maken. Oh, ik denk dat... We bedoelen dat mijn president is, een volkspresident. Dus we willen gewoon die petitie voorlezen. En ik weet niet, een vertegenwoordiger of wat. Dat is het. Hetzelfde bij DNA, onder mijn afspraak draap het. Hetzelfde bij DNA, onder mijn afspraak draap het toe. Nee. Waarom? We zien gewoon vanaf deze week is dat ding meer gaat inkelderen met die blaasprijzen. Dus daarom. Waar u 500 kilo bambang moest vangen om onze expeditiekosten uit te komen, moet u nu 200 bambang vangen, een ton. Bijna 11.000 tot 1100 kilo. En dat is gewoon een bottleneck. No. En u weet, het komt oktober, dat zijn de harde maanden, januari, februari. Wat gisteren is die FID getekend? Only business. Hebben jullie nu al, maar hebben jullie last ervan? Want ik bedoel, er zijn toch activiteiten gaande op zee? We hebben gemerkt in Guyana, er is grote deelboot aan de ketting. Ik heb gehoord door de oliewinning. Maar omdat dat ding helemaal aan de westelijke kant is, voelen we niet. Maar als misschien in het oostelijk, als het iets daar komt, misschien wel. Maar we voelen het niet. Het gaat goed, daarmee bedoel. Met oliedingen, niks. Je sprak daar net over illegale vissers. Hoe doen jullie met die mensen? Ik bedoel, illegale boten. Ja. We moeten controle hebben. Dat willen we. Veiligheid op zee. Dat is ook een van de punten. Veiligheid op zee. Ja. Als het iets niet gebeurt, is niemand om uit te rukken of wat ze hebben. En wie moet die controle doen? We hebben kustwacht, we hebben de maritiem, we hebben de marine. We hebben de marine dingen. En wie is het onvoldoende, zegt u? Ja. In het praktijk, misschien in de theorie, is het anders, maar in het praktijk voelen we het. En dan met IUU fishing, met dat ding van EU, onze prijzen zijn bij ingekelderd. En als EU ons nu gaat blacklisten, zitten we in meer grotere problemen, we willen dat ook voorkomen. Dus daarom ons een van de punten is IUU fishing. IUU fishing, dat ook de Europese Unie ziet dat wij ook last hebben. Als ondernemer van Suriname. Ja, maar toch deze vraag hoor. Jullie hadden eerder gesproken met de president, ook Amatak IMF, Tori Alassotsani. Wat is de hoop dat het nu wel gaat lukken? Want niets is veranderd, IMF is er nog steeds. Ik ben president. Ja. Ik heb hoop. Daarom ben ik hier. Dat hij nu anders gaat denken dan alleen te zeggen dat IMF? Nee, kijk, dat met Peggy, ik heb aan Stanius gezegd. De dollar is zondagavond ingezet door de blaasprijzen zijn ingekelderd. Is hetzelfde probleem vanaf 2010, 2000, is hetzelfde probleem. Is gewoon aanpak. Mm-hmm. We willen aanpak. Met FID, misschien kunnen we meer geld krijgen voor onze controleinstituten. Nou, zou ik erg blij zijn. Hoe kan het dat die prijzen zijn gedropt? Wordt er heel veel gevangen? Is dat de aanbod nog groter? Hoe komt het? Nee, gisteren hebben we ook de visverwerker uitgenodigd. En ze hebben gewoon gezegd, de klant is ziek. De klant koopt niet in het buitenland. Hun prijzen zitten vol. Ze kunnen het niet. Het zijn de beste prijzen die ze aan ons geven. Om het gewoon de business te gaan. Want als zij ook stoppen met exporteren, gaan ze ook uit de exportmarkt.
voelen ze niet terug. Daar, want er is ook andere landen die daar wachten om hun klanten te nemen dan. Illegale vissers, weet je uit welke landen ze komen, die illegale boten? Kom, laat me dat niet zeggen. Gewoon, men weet en men heeft zijn inrichtingen, dus laat ik voorzichtig zijn. Hoe lang gaan jullie wachten? Dat zie ik niet, maar ik is niet tegen, man. Niet tegen, man. Maar we wachten langer. Boy. Maar bon, dit dat we wachten en ook zij komt uit de bus. Men zei, wat Airbus kon dat bijna een sirene, dus men kon vrede zien ze toe. Ja, boe mensen. Ja. Dat was Mohammed Hussein. Dat was Willem Hussein, voorzitter van de vissersorganisatie. Op pres naar de rutte. Nou, dat de man zei naar pres naar de rutte. Oké. Ando een vraag aan de rutte. Van Verster, ken je? Oh ja, hij is er ook. Hij is er? Nou, die is er. Ja, die is geblokt. Dat heb ik met die wapen. Ja, dat heb ik gehoord. Oh ja, hij is er nog niet. Nee, dat is er. En jullie hebben geen idee wanneer hij bij de weg gaat? Nee, maar we hebben wel. Ah, de president is er nog niet. Zeg maar, jongen, dan moet maar niet. Toch van mij wacht u niet op. De presidentiële vlag wappert niet. Het is zo vreedzaam houden, we blijven vreedzaam houden, want het is het dat we gaan indienen en we blijven het vreedzaam houden. Kan je ook, omdat de machine wel te Stevie man. Nee, de machine wel Stevie man, de man is schaaf. De Stevie man, het is daar, want je het is maar eigenlijk op de machine groep. Dat is wel een beetje zwaar, daarom nog een wantje allemaal kom. Omdat je weet niet hoe bepaalde mensen zijn, begrijp je? Ja. Daarom hebben we gekozen. Voor de bootseigenaren, de vergunninghouders, hebben we gekozen voor die mensen om het gewoon vreedzaam te houden. Als we de arbeiders gaan meenemen en de anderen meenemen, dan is het wel een beetje, gaat het wel een beetje chaos worden en dat willen we niet hebben. Ja. Daarvoor. Ja. We gaan kijken wat het wordt. Kom maar wijnen op auto, stationeer dan maar. Jullie hebben nog geen respons voor het kabinet? Nee. Hoe lang zijn jullie daar? 15 dagen tot 21. Soms 21 dagen. In de Venison, ja. Om te werken. Wind en weer. En hoeveel kost het om zo lang op water, op zee te zijn? Boven de 100.000 SLD. Fourage, ijs, benzine. Het kost het in boven de 150.000. Bepaalde boete gaan met 200.000. Groetere jongens. Maar meestal kan je het geld terugverdienen toch? Soms wel, soms niet. Dat kwam voorheen, nu niet meer. De afgelopen weken zijn de visprijzen 2 keer gedaald. En niet met een paar guldens. Het is een paar tientallen SRD's is het gedaald, zoals de voorzitter ook heeft aangehaald. Van 225 SRD naar 95 SRD. Is een behoorlijke achteruitgang. Ik zie wat beweging dan. Naar pres? Kom aan daar. Hoe doe je dat op Chin Talk? Of nou een minister? Nou een minister? Ik denk, minister, ja. Minister? Oh, Sanso Michael, directeur. Willem. Ik zie dat direct. Willem. Yes. Goeiedag. Yes. Voorzitter, Willem om het te zijn. Dit is het collectief Paramaribo komen wij nou. Ik begrijp dat u een petitie wenst aan te bieden. De president is niet beschikbaar helaas. Dus waarom? Wij zijn ondernemers. En we willen dat we de petitie. Dan moet u een afspraak maken toch. Ik kan dat wel doen. Ik kan een afspraak niet maken toch? Ja, maar ik kan nu niet geen afspraken maken toch. Waarom niet toch?
gaat nu niet lukken. U kunt het aan mij aanbieden. Ik ben de hoogste autoriteit na de president hier op het kabinet. En ik kan altijd namens hem stukken ontvangen. Wat u ook wilt en wat u wil aangeven. We gaan het aanhoren. We gaan de informatie aan hem doorgeven. En u kent de president, als u hem eerder met hem hebt gewerkt, dat hij altijd een oor heeft voor zaken en dat zaken doorstuurt naar de verantwoordelijke. Of hij ontvangt de team zelf, afhankelijk van wat het onderwerp is. Maar op dit moment gaat hij niet kunnen ontvangen, helaas. Hij gaat moeten doen. Even spreken, want hij is pas gekomen. Ja, dat is het. Maar hij heeft zijn agenda. Oké. Okay. Heren? Als je een afspraak vooraf had gemaakt, dat nou, maar kijk nou, we wisten dat niet. En hoe het reelt en zelf dat we afspraak moeten maken. Dus daarom. Het is gewoon een vreedzaam ding loop eigenlijk. Ja. Want we willen vreedzaam zijn. Dus en ik heb ook beloofd aan de inspecteur. We gaan een ontvangst nemen, alleen kan de president niet in persoon. Ja, maar hij stuurt zijn tijd. Okay, dan. Hij gaat dat bepalen wanneer en hoe hij gaat ontvangen. Oké, okay, moet... Voorzitter, terwijl een van de inkomstenbronnen van de staat in gevaar is en een acute oplossing, we vragen naar een acute oplossing, denk ik wel dat de president tenminste 5 miljoen van zijn kostbare tijd voor die samenleving, als hij opkomt rechtvaardig en ook zegt dat hij altijd een luisterend oor heeft. Ik heb gezegd dat de president bereid is te ontvangen, maar niet vandaag, nu. Je moet vooraf een afspraak maken. Okay. Je moet de stukken aanbieden van me. Ik ga dat voorleggen aan hem. En dan zal hij het doen. Of hij gaat verwijzen naar een team die u gaat ontvangen. Zo is de president. Hij gaat het wel doen. Maar u eist dat hij nu moet doen. En dat gaat niet kunnen gebeuren. Meneer, ik ben Munsi, directeur van het kabinet. Waar moeten we die petitie voor? Hier bij mij. In de zon. Binnen kunnen we niet ontvangen. Nee, alle zaken zijn maar we doen als schaduw dat we toch. Ja, maar er zijn gasten die er zijn afspraken die nu lopende zijn. We kunnen dan niet. Er zijn lopende afspraken, meneer. Altijd ontvangen we daar als het niet lukt. Vandaag gaat het niet lukken daar om te ontvangen. Omdat de activiteit nu is daar. Dat zijn voor de hier. Maar we gaan ook de tijd aan. Ja, we horen vreedzaam, we dienen hem, die hebben allemaal ontvanging. Yes. En of we nu hier niks op pres, binnen 24 of zeg het 2 dagen. Ja, even aan de tijd, dan we horen trafassie. Laten we het vreedzaam houden, laten we het accepteren. En dat hebben we beloofd aan de respect. Beloof ons, de president gaat het doorhebben en dan... Niet Tina nog. Tante Tina, okay. Mevrouw Annie, mevrouw Sunita, kom jullie even naar voren alsjeblieft. Après, zo lees je aan. Nee, komen jullie. Tot daar. Tina, yes. Tina, nee. Ja, pers, geef die dame ruimte om te lezen dan. Kom. 3 dames, yes. Komen jullie hier. Gaat u aan lezen? Tina gaat voorlezen. Bent u bereid dat we het even voor u kunnen voorlezen? Je mag alles, je mag voorlezen. Oké. Okay. Integraal. En dan kunnen we daarna overhandigen aan mij. Je kunt eerst lezen en dan mij overhandigen. Goedemorgen, mijn naam is mevrouw Cecile. Ik ben ook in deze sector en vandaag willen we onze petitie aan u overhandigen, maar we gaan het eerst voor u lezen. Het overzicht van de sector. De visserijsector is qua exportwaarde van de visserijproducten de grootste subsector binnen het agrarisch geheel. Voor het afgelopen jaar schommelde de exportwaarde rond de US$65 miljoen op jaarbasis. Haar bijdrage in het BBP bedraagt 10% en zij biedt werkgelegenheid aan ruim 6.500 mensen. Indirect zouden geschat nog 2000 mensen afhankelijk zijn van het sector, zoals de visopkopers, transportbedrijven, verpakkingbedrijven, opslagbedrijven. De sector zal de visopkopers, transportbedrijven... De sector neemt naast het mijnbouw ook een belangrijke plaats in het genereren van deviezen voor het land. Het grootste deel van de totale productie wordt geëxporteerd. De productie bestaat uit garnalen en vis. De bevolking visserij is verantwoordelijk voor 75% van het exporteren, terwijl 25% afkomstig is van het industrieel vloot. De lokale markt wordt voorzien van visproducten gevangen door het bevolking visserij.
De visserij biedt heel wat kansen om nog voor jarenlang een inkomen om een bestaan te bieden aan Surinaamse bevolking. Indien er een verantwoordelijk wordt omgegaan met het hulpbron en we duurzaam vissen en onze visgronden kunnen beheren, er zijn heel wat knelpunten die aangepakt dienen te worden. Maar voor ons zijn de belangrijkste die op het kort termijn aangepakt moeten worden de volgende. Transparantie van het vergunningbeleid. Door de jaren heen is gebleken dat onze vangsten achteruit gaan. Welk te wijten is aan verschillende factoren. Een van deze factoren is zeker het overbevissen, zoals dat is bewezen in zoveel andere landen. Het blijkt dat er in Suriname een heel moeilijk is om zich te houden aan het voorgeschreven aantal vergunningen, als is aangegeven in het wet. Hierdoor zitten onze visgronden onder zeer grote druk. Ondanks ons verzoek meerdere malen aan het ministerie van LVV, hebben wij tot vandaag geen inzage of lijst ingezien die kan aangeven hoeveel vergunningen zijn verstrekt en zijn ingetrokken. Uit het geheel van de operatiekosten in de bevolkingsvisserij vormt de brandstofverbruik meer dan 50% van het geheel. Ondanks dat de visserij in laagseizoen vissen nauwelijks uit de kosten kunnen komen, zijn we helaas overgelaten aan de normale pompprijs met alle toegevoegde belastingen zoals wegenbelasting, invoerrechten en de government take. De industrieel vloot heeft als recht om duty-free brandstof, maar tot heden hebben wij bevolkingsvissers geen recht daarop. Ondanks hun bijdrage aan de garantie van de voedselzekerheid en de economie van Suriname. De bevolkingsvisserij zien heel graag de ondersteuning tegemoet om tenminste betaalbaar input te kunnen laten halen, die duty-free ter beschikking kan worden gesteld om de lokale productie van het sector te stimuleren. Punt 2 is de vergunningsoverdracht en het bestandszekerheid. Vissers hebben generaties aan hun voorouders het visserswerk overgenomen en voortgezet. Het is werk die arbeid initiatief en het is heel veel geduld en passie wordt beoefend ondanks de hoge risico die ermee gespaard gaat. Helaas blijkt nu dat de vissers na zoveel jaren geconfronteerd worden met het feit dat ze hun vergunningenrecht niet kunnen overdragen aan hun nakomelingen of anderen. En dit brengt hun levensinvestering en middelen van bestaan van hun familie en gezinnen in gevaar. Ondanks er een nieuwe visserijwet bestaat die behandeld moet worden om deze overdracht en andere zekerheden moeten geven aan de vissers, geen prioriteiten te genieten op de agenda van de Nationale Assemblée. Wij willen u verzoeken om zekerheid te geven aan de vissers dat hun middelen van bestaan voortgezet kan worden en dat het vergunningsrecht maar mag worden overgedragen. We hebben hier veiligheid op zee. Ook vissers hebben recht op veiligheid op het water. In het jaar 2018 hebben wij nog een trauma van hoe onze vissers hulpeloos afgeslacht werden op zee aan het werk. Vissers voelen zich tot vandaag nog niet veilig in hun werkgebied op zee. Ondanks zoveel activiteiten zijn er geen justitiële instantie te bespeuren op het water. Vissers zouden graag meer instanties vaker op het water om het veiligheidsgevoel om te trekken en te helpen bij ongevallen en calamiteiten op zee. De illegale visserij. Recentelijk zijn we door de Fransen aangeklaagd omdat zij beweren dat onze vissers zonder toestemming in hun territoriale watervisserij activiteiten ontplooien. En ons willen blokkeren om onze visproducten te exporteren naar Europa. Omdat onze instanties zich geen controle kunt uitoefenen op illegale visserijactiviteiten in onze eigen territoriale water, zou het moeilijk zijn om het tegendeel te bewijzen aan de aanklager dat we geen illegale visserijactiviteiten ondersteunen. Vissers zouden graag willen dat de controle op voor de kust en de Suriname wordt opgevoerd, waardoor illegale vissers hun vispraktijken tot een halt wordt geroepen en wij onze visgronden kunnen beschermen. We hebben als laatste punt hier diensten en de faciliteiten voor het sector. Er zijn een aantal aanmeerstijger en visserijcentra landelijk opgezet. Voor een groot deel van de vloot maken wij gebruik van de dienst van de NVC Vias om onze boten op te trekken voor reparatie en onderhoud. Het blijkt nu echter dat de prijzen die nu in vreemde valuta zijn uitgedrukt heel hoog zijn geworden, ondanks het ministerie had beloofd dat de vissers tegemoet zouden komen met een redelijke prijs. Vissers zouden u willen verzoeken om de prijscalculatie opnieuw te analyseren, zodat de dienst die aangeboden wordt
door het parasitaal bedrijf rendabel is voor het visserijsector. Ik hoop dat, dat wij iets van u kunnen horen en dat we, dit niet weer wordt gezet en dat we weer terug moeten komen. Zoals ik ja, toch? U mag hem bovenop de lijst zetten hoor. Zoals ik eerder heb vermeld, zal ik dit gelijk aanbieden aan de... Prima. Ik neem het eerst ontvangst namens de president, zoals ik dat heb aangegeven. En ik zal het aanbieden aan de president. En de president zal een besluit nemen wat de werkwijze gaat zijn en wie allemaal ontvangen gaat worden, op welke manier. Dus dat ga ik zelf beslissen. Alleen moet ik weten de namen die... Wat zeg je eigenlijk de naam? Als ik, wat zijn die namen? Ja, dat is van een bedrijf. Nee, nee, het is van de organisatie. Nee, maar uw naam, nee, maar van de voorzitter, okay, wie is wie? Ik moet die namen wel weten. Ik moet die namen wel schrijven. Ik ben voorzitter, Willem Moment. Kunt u het even zelf schrijven? Kan die dame even schrijven wie wie is? Maar wij moeten weten wie en wat dat is. Nou, nu zullen dus de formaliteiten worden uitgewisseld in dit geval. Naam, met hoe het is gegaan. Als de meerderheid tevreden is, moet ik me maar berusten in het besluit van de groep. Ja. Dus als het maar zo moet, dan moet het maar zo. Dus de petitie is nu aangeboden. Het gaat naar de president en jullie hebben een ultimatum gesteld. Ja. Als we een ultimatum zeggen, 48 uur. En we kijken uit naar een uitnodiging van een positief antwoord. Ja, dus als jullie binnen 48 uur niets gehoord hebben, dan zullen er andere stappen worden. Ja, gaan we dan even weer naar de spreken. Ja, dan gaan we weer een ALV beleggen en dan kijken we wat de leden doen. Ik ga eerlijk zeggen, mevrouw. De leden zijn goed voor het. We zijn al een week bezig om ze te kalmeren. We hebben gisteravond tot laat hebben we zitten vergaderen om een besluit te nemen van we gaan het klein, netjes en ordelijk houden. Elke dag verder. Je moet nagaan, mevrouw Gil. Binnen een week, twee keer is de prijs drastisch omlaag gegaan, mevrouw Gil. Van 225 naar 95 SRD, mevrouw Gil. Laten we eerlijk zijn. En dan nog 48 uur, wat staat ons nog te wachten? Weet je, terwijl het kalm wordt. Daarom kunnen we vaststellen aan de president. Ik zal het voorleggen aan de president. Dat u twee dagen de ruimte vraagt om zaken toch even te bekijken. En dan zal hij dan besluiten. Okay? Dank u wel, directeur. Ja. Yes. Jo, bedankt. Dank u. Ja, bedankt. Tevreden? Ja. Wat moet ik zeggen? Een nee. Niet tevreden? Nee, omdat ik dacht dat de president ons zo de petitie voor zou lezen. En dan weer een gesprek. We bedoelen om desnoods 10 minuten en beter uitleg over die prijzen en hoe we hier zijn beland. Dus dat want dadelijk moet ik, ja, dan maak ik protesteer zomaar en zo. Nou. Ja, maar jullie hebben geen afspraak gemaakt. Nee, maar moeten we altijd afspraak maken? Ja, van wel. Oké, daar hebben we nu afspraak gemaakt. Ja, maar hopen jullie iets te horen binnen 24 uur? Weet je met hoeveel leed en hoeveel pijn die mevrouw hier staat? Terwijl haar man daar buiten is, om ervoor te zorgen dat de eindjes aan elkaar worden vastgeknoopt, heeft hij nu te maken met de defecte en kapotte machine. Dus hij ik moet momenteel, ik kan niet werken en ze zijn verbonden aan de tijd. Ze hebben precies 9 werkdagen. Hij is zaterdag weggegaan, hoe verder? Kan toch dus hij gaat nog 2 dagen moeten wachten tot hij hulp krijgt. Dus productie zit ook stil. Wat is gebeurd? Momenteel ondersteun ik een groep. Hè. Dus die boot is nu momenteel daar buiten met machinepech. Ja, welke boot? Een vissersboot met machinepech en heeft maar 9 werkdagen. Na die 9 dagen kan die persoon niet meer werken. Met je zware onkosten, toch? Die je daar weg gaat. En dan kom je nu binnen en je kan het niet dekken. Want je verkoopt en je krijgt 15 SRD een kilo vis. Hoe verder? En diezelfde kilo vis is nog geen kilo op tafel, 3 stuks met een kleine bakjes, is 200 tot 250. Wie leidt eronder? Weet toch? 250 aan kosten. Nee, 250 SRD een hoopje vis op de markt, maar jij verkoopt als je komt met je boot 15 SRD een kilo. Dat is wat jij ontvangt. Kan toch niet? Maar die persoon kan wel varen toch met zijn machine? Je kan niet als je machine pech hebt. Iets is aangebrand of iets is kapot. Je kan je niets doen. Je bent gewoon daar genoodzaakt eten en drinken en wachten op hulp. Oh, hij wacht nog steeds? Ja, hulp gaat pas vrijdag in naar binnen. Dan nog moet hij het krijgen en kijken hoe verder. Van wie gaat die hulp komen? Ik moet dan ervoor zorgen dat ik 2 mannen heb, want ik heb niemand in huis om te helpen. Om die machine naar in de auto te zetten en te brengen. Laat iemand anders het voor hem brengen. En het hangt ook vanaf als die persoon ijs ontvangt. Dus ijs kan ik opkopen, want ijs is moeilijk. Alles is moeilijk.
We begrijpen dat we in een vervelende situatie in het land leven. Maar geef ons dus ondersteuning, nooit iets van LVV. Alles moet je zo duur daar buiten kopen. Wil je boter renoveren? Moet je naar Guyana gaan om spullen te halen? Dan nog met zoveel problemen om het weer in het land te brengen. Kan niet, want je kan niets hier vinden. Alles is schaars. Je gaat bijvoorbeeld in die tol kopen. Ze vragen je in dollars. Zelfs de centrale bank heeft een zachte dingen nu gedaan. Dat je in plaats van dollars in SRD kan betalen. Maar die mensen vragen je keihard dollars. Waar vind je het? Want over die groep waarover ik het heb. Zij verkopen uitsluitend in SRD. SRD. Geen dollars. Kan toch niet? Jaar in jaar uit gehoor, maar er komt niets van terecht. Dat ding is een beetje vervelend. Echt moeilijk. Goed, maar die persoon krijgt zeker wel hulp die vastzit op zee. Nee, niemand. Ik bedoel, die hulp gaat wel. Ja, dat is pas vrijdag dat die persoon, als die andere partij eis heeft gehad, om zijn boot te laden, om die voor hem te brengen. En dan weten we nog niet hoe verder. Daar heb je al niet kunnen werken, want je hebt 9 werkdagen. Want je hebt verschillende categorieën visserij. Hè? Dus dan heb je 9 werkdagen. En uit die 9 werkdagen, kijk hoeveel dagen je al hebt gemist. Vanaf zaterdag zijn ze vertrokken. Zondag werken ze al. Kan je niet werken. Heb jij verloren. Wie ondersteunt je? Wie geeft je wat? Je hebt kinderen. Je hebt een leven. Je hebt een lening genomen. Je moet ervoor staan. Echt niets. Maar wat is het omdat het visserij merendeels uit Guyanese zijn en merendeels Guyanese het werk verrichten wordt het niet gehoor gegeven, zie ik hoor. Ik ben gekomen ondersteunen, want ik vind het erg. Mijn families, we leven ook daarvan. We hebben ook daarvan geleefd, maar je kan niets doen. Okay, zijn we bij DNA, laten we kijken hoe het hier gaat lopen. Ja, een paar jaren terug waren we al hier. Maar er is toch niets van. Integendeel komen ze met nieuwe regels en zetten ons onder druk. Precies. Ja, en dan komen ze met nieuwe regels, want dit en dat. Terwijl wij hier geen illegale activiteiten ontplooien. Ondernemers, ja. We vieren. We zijn naar het huis van het volk gelopen. Ja. Voor hulp. Appetit. Ja. Lekker gezet. Zullen we het inzagen? Niet inzagen, alleen kijken als het goed gericht is, zodat we dan. Want als het niet gericht is aan DNA. Gaat het niet behandeld kunnen worden, dus dat kunnen jullie het misschien nog even snel aanpassen. Met pen. Bam bam, ja. Wie? Contactnummer. Zet van 2 of 3 personen contactnummer. Ja. We kunnen het zo meteen binnen doen. Is goed, heeft u een vertegenwoordiging die naar binnen gaat? Ja, pen. Sorry. Dan kan ik het direct op die tafel leggen. Ja, kunt u daar. Hoeveel mensen? Dit is 5 of 7. Hera, wie als u de vertegenwoordiging? Hier zullen de mensen zwemmen. De pers gaat door? Ja. Kijk, deze is goed. Thank you.
Tevreden dat we zo netjes zijn ontvangen. Ja. Ja, van het huis van de vallen zijn we heel goed ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. En hopen dat we een goede luisteroord ervan krijgen. Dus van de president zijn we niet zo blij? Nee, van de president zijn we niet zo blij. Maar uit respect hebben we gewoon de wat de directeur naar voren brengt. Ja. Goed. Net wat ik u al aangaf. De voorzitter was er hier voor jullie om 10 uur. Maar zijn agenda is vandaag vol, dus hij heeft nu andere afspraken die hij niet kan verschuiven. Dus heeft hij toen de griffier gevraagd om het in ontvangst te nemen. Dus dan gaan we de griffier naar hier begeleiden. En dan zal ze het in ontvangst nemen en dan zal het doorgeleid worden aan de voorzitter. Ja? Dat is oké. Dank u wel voor uw begrip. Goedemorgen. Ja. Goed, u mag ietsje dichterbij komen. Ja, ik ben mevrouw Cecile. Goedemorgen. Ik neem ook deel uit van de visserij. En vandaag hebben wij even een kleine kort, het overzicht van het sector. De visserijsector is qua exportwaarde van de visserijproducten de grootste subsector binnen het agrarisch geheel. En voor het afgelopen jaar schommelde de exportwaarde rond de US 65 miljoen op jaarbasis. Haar bijdrage in het BBP bedraagt 10% en ze biedt werkgelegenheid aan ruim 6500 mensen. En indirect zouden er geschat nog 2000 afhankelijk zijn van de sector zoals de visopkopers, transportbedrijven en de verpakkingsbedrijven, opslagbedrijven. De sector neemt naast de mijnbouw ook een belangrijke plaats in bij het genereren van deviezen voor het land. Het grootste deel van de totale productie wordt geëxporteerd. De productie bestaat uit garnalen en vis. De bevolkingsvisserij is verantwoordelijk voor 75% van de exporteren, terwijl 25% afkomstig is van het industrieel vloot. De lokale markt wordt voorzien van visproducten gevangen door het bevolkingsvisserij. De visserij biedt heel wat kansen aan, nog voor jarenlang een inkomen om een bestaan te bieden aan de Surinaamse bevolking.
indien er verantwoordelijk wordt omgegaan met het hulpbron. En wij duurzaam vissen en onze visgronden goed beheren. Er zijn heel wat knelpunten die aangepakt dienen te worden. Maar voor ons zijn de belangrijkste die op korte termijn aangepakt moeten worden de navolgende. Het transparant van het vergunningbeleid. Input ter ondersteuning van het sector. Vergunningsoverdracht en bestandszekerheid. Veiligheid op zee. Het illegale visserij in ons land. En diensten en faciliteiten voor de sector. Dus wij hebben dit alles hier en we hebben hem ook een beetje uitgebreid. Maar ik ga niet alles oplezen, want dat is mij gevraagd. Wij gaan dit aan u overhandigen. Even netjes voor u zetten. Nog iemand gaat nog iets zeggen. U kunt verder naar voren. Goeiedag. De visserijsector is vandaag hier bij het Huis van het Volk. En we zijn niet zomaar hier vandaag als ondernemers. We zijn vandaag hier als ondernemers omdat we grote problemen hebben. En ik denk dat de problemen zo een beetje naar voren zijn gekomen. En in het volste vertrouwen is het overhandigd en voorgelezen aan u. We hopen dat het behandeld wordt en dat er vragen, brandende vragen worden gesteld, wat ook eerder is gebeurd met de visserijsector, maar nooit is er een constructieve oplossing geweest voor ons. Ik hoop wel dat het dit keer gebeurt en met die verstanden wil ik u bedanken en mee afsluiten. Succes bij de behandeling en het allerbeste. Dank u wel. Ja. En we hopen op uitnodiging van de voorzitter dat wij ook een uiteenzetting gaan geven van de sector met de commissie LVV. U heeft uw contactnummers hier, toch? Oké. Okay. We kunnen wel daarvoor zorgen. De sector is ingewikkeld en we willen gewoon onze... Het is niet zomaar dat we hier zijn, no? Dus daarom. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dank je. Met die mannen op de achtergrond. Okay.
Dus mensen, nog bedankt. Amiwan, echt wel dank uit naar meneer, de andere voorzitter eigenlijk. Meneer Marcelino, voor dat bedrijf en zo, dat hij ondersteunt. Echt bedankt. Yes. Abu mensen. Voorzitter, petitie dien in. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan wachten. Lang? 48 uur, je hebt het zelf gehoord. En dan gaan we weer bijeen komen en kijken wat uit de bus zal komen. Met uw ontvangst bij DNA? Nee. Maar de voorzitter ging op ons wachten. Jullie ook, ik dacht 10 uur. Ik weet niet wie de tijd heeft doorgegeven. Maar 10 uur zou vandaar vertrekken. Vanaf Sluis. Dat was de 9 uur was de verzameling begonnen. Wat gaat er na 48 uur gebeuren? Wat meer mama en taibot toch? Ja, dus dan gaan we weer dus de mensen oproepen en kijken wat gaat de voorbereidingen zijn. Abo! Steve.